Welkom allemaal bij Star Stable. Een beetje slecht getimed, maar ja, helaas, het kan niet anders. In mijn scherm gingen we perfect tegelijkertijd. Ik wil niet veel zeggen, oh, maar... Oh, mij echt totaal niet. Maar nee. Oké, dat maakt niet uit. Ik was al geland voordat jij überhaupt omhoog kwam. Dan kijken mensen maar even naar mijn scherm. Ja, nou, ik zit hier eigenlijk een beetje schuin tegenover Maaike. Maaike kan niet op mijn scherm meekijken, ik niet op haar scherm. Nope. En wij gaan dus vandaag voor jullie op Star Stable spelen. En wij gaan daar... Verstoppertje spelen. Hop hop! Nou, hebben we nog nooit gedaan, dus we hebben echt geen idee hoe het werkt. Ik hoop dat mijn geluid goed is voor jullie in ieder geval. Want we hebben ook een hele lange tijd mee gestruggeld. We hebben 2 uur en we zijn weer 1 uur verder. Yay! Ach ja, shit happens. Ja, inderdaad. Shit happens. Maar wij gaan dus hier in Verstoppertje spelen. Dat is ongeveer 30 seconden hebben de tijd om te verstoppen. En 4 minuten om elkaar dus te zoeken. Ja. En dan mag je dus niet verplaatsen na die 30 seconden? Je mag niet verplaatsen. Okay. Je mag hoogstens een beetje naar voren lopen van, oh, komt er iemand langs of niet? Maar dat is ook echt alles mee gezegd. Okay. Je blijft op hetzelfde plekje. En ik weet niet wie er als eerste gaat verstoppen. Doe ik wel, ik ben benieuwd. Oké, nou, ik draai me eens om. Ik zal me even gelijk omdraaien. Mag ik dan wel vast mijn camera omdraaien? Ja. Dan weet ik waar ik tenminste heen wil. Ja. Het verstoppen lijkt mij het makkelijkst als je geen paard hebt. Dus gewoon van je paard afstijgt. Dat mag je ook wel doen. Zorg dat je niet vast blijft zitten in... Nou ja, dat. Ja. Oké. Okay. Gaat mijn kat dan met mij mee of gaat hij dan bij mijn paard blijven? Nee, hij gaat met jou mee als goed is. Je kat. Maar dat is een tweede. Dan heb ik dus 4 minuten om jou te zoeken. Ja. En je mag elkaar wel hints geven. Maar je mag niet ergens naar binnen. Nee. Nee, zeker niet. Want anders dan kan ik je echt nooit meer terugvinden. Dus vandaar. En ik kijk gewoon hier tegen een muur aan. Zo. Dus, ik zeg, we verstoppen hier alle 2 1 keer. Ja. En dan gaan we naar het eerstvolgende dorp. Oké, nou dan gaan we beginnen. Dus jouw timer mag afgaan. 3, 2, 1, start. Je bent ook echt gelijk weg met je poppetje. Ja. Echt heel leuk. Oh, je paard krijgt gewoon een hals er alleen in. Jij bent goed voor vertrouwen. In het spel wel. Oh ja, ik moet hier ook nog wat dingen doen eigenlijk. Is niet belangrijk. Dus, oh, damn it, je komt helemaal niet ver. Nee. Oké, ik sta stil. Oh, lekker dan. Oké, laat ik hier even mijn telefoon even op geluid zetten. Was in elk geval duidelijk. Het was zeer duidelijk. Dus, nou ga ik komen naar jou toe om je te zoeken. 4 minuten. Voor jullie, 4 minuten. Gaat van mijn tijd af. Nou. Maar zij kan niet zo heel ver, want ik heb gewoon mijn paard onder mijn kont. En dan gaan we zoeken. Oh, echt? Dat is zo niet eerlijk. Ja, dat is dus wel eerlijk. Want je moet veel meer plaats, zeg maar, doorzoeken en doen. En je weet dat je ergens gebukt kan staan, hè? Oh, echt? Hoe dan? Ga ik je nu niet meer uitleggen. je kan geloof ik bukken met control. Nee. Oh, trouwens, mijn kat is met mij. Hij is bij. En ik zie iets glinsteren. Volgens mij ga ik echt via de kant. Zag je net wel op een gegeven moment, maar ik ben je nu kwijt. Wacht, je zag me net wel, dus dan zit je daar dichtbij. Lekker in. Maar ja, kan ook aan mijn scherm liggen, want mijn computer die begint het een beetje moeilijk af en toe te krijgen met hoeveel ik erop heb geflikkerd. Waar zit jij dan weer? Als jij me net hebt... Je hebt me echt net gezien? Ja. Waar de hek zit jij dan? Oh man.
Oké, mensen kunnen met mij meelachen, want ik zie jou gewoon rijden. En je bent nu weer weg. Oh. Je komt echt niet ver. Ik weet dat er mijn glimbeentjes zijn, maar dat is gewoon een kopje. Oh my god, kom op met me. Zie je me überhaupt? Ja, ik zie je. Ik zag je net springen. Toen sprong je mijn scherm weer in. Wacht even, ik sprong je scherm in? Ja, ik zag jou over een hek heen springen of zo. En door de... Ja. Nou sprong je weer over een hek heen. Hè? Nou zie ik je niet waar meer. Waar de hek zit jij dan? Zijn die 4 minuten al voorbij? Dan kan ik het vertellen. Nee, ik heb nog 1 minuut te gaan. Wat? Hoe kan je dat? Ik heb het helemaal van laten zien. Nou, je rijdt nu door een tuin van iemand of zo, denk ik. Wat is dat? Wat is dit? Nou, volgens mij ga ik dit winnen. Dit is zo verschrikkelijk. Hoezo? En er loopt een klein veulentje bij mij voorbij, want ik heb de missie nog niet af. Wacht even, wat? Waar is het veulen? Wacht even. Dat betekent dat je ergens daar zit. Zit jij wel hierin? Nee, je zit hier niet in. Wat is dit? Jongen! Ik ben een meisje. Wat is dit? Ik zie jou trouwens niet, by the way. Oh man! Ik kan gewoon niet. Ik kan niet dat je me daar ziet. Nu zie je me als goed is wel, maar waar? Waar? Ja, ik zie je. Waar zit je? Dek! Ja, ik heb gewonnen! Ik heb ook gewonnen. Oké, okay, ga eens aan die andere kant van de paddock langs. Nee! 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 Oh nee! Hallo! Niet! Ja, hier ben ik! Ik kon je op een gegeven moment niet meer zien. Ik wilde eigenlijk naar die rode steen daar zo, maar dat redde ik niet. Echt oneerlijk. Waarom is dit oneerlijk? Ik heb me volledig aan de regels gehouden. Ik heb alleen wel gebukt gezeten de hele tijd. Wat? Ik zei, ik kan zweren dat ik jou niet zag. Ja, goed hè. Zeker niet op deze afstand. Hoe kan jij in één keer? Wat is dat? Ik geef het op. Ik won. Lekker. Ja, je bent duidelijk de winnaar. Kan ik door een paard heen lopen? Ja. Oké, cool. Jij ziet als enige naar een paard. Ik niet. Ja, dan heb jij die... Waar is die paard überhaupt gebleven? En die staat daar gewoon voor de deur. Ik zie het niet meer. Hé, paardje. Kijk, hier is mijn paard. En ineens is je paard terug. Oh, dit is echt erg. Nou, gewoon. Ik heb gewonnen. Ik heb... Dus, nou ga ik me omdraaien. En nou zie ik niks meer. Mooi. Zullen we even van telefoon wisselen? Oh, nee. Oh, doe jij dan 30 seconden of moet ik de 30 seconden wel weer aanzien? Ja, zet jij de 30 seconden maar weer aan. Ik heb de 4 minuten wel aanstaan. Oh. Nu al? Nee, strakjes. Oké. 3, 2, 1, start. Man, wat verschrikkelijk. Oh, je hebt echt erg. Maar je komt echt niet ver. Want nee, het is nu nog maar 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Harry! Klaar. Oké. En je zegt het maar als je me ziet, hè? Wordt lastig. Maar ja. Maar nee, wordt niet lastig. Nee, ik kan het wel. Ja? Mag ik gaan rijden? Even wachten. 3, 2, 1. Rij je maar. Maar ik moet hem bijna blootgeven. Wil ik echt kunnen kijken. Oh, zie ik voorbij. En ik zie helemaal niks meer. Heb je maar? Nou, ik zie sowieso vrij weinig. Ik geloof dat mijn beeld er letterlijk zo'n stukje is. Ik zie wel of ik een andere kat ben. Ik zie alleen geen ruiter meer. Die kat is bij mij, dus... Maar ik weet niet zeker of het wel jouw kat is. Hey. Ik ben nou bij paarden die te koop staan. Ik knal nu tegen het hek op trouwens. Heel handig. Maar je staat dus niet in het maisveld. Het zal wel heel erg wezen als ik dat deed. Kijken. Maar je zag me wel bij het maisveld. Ja, gevonden. Je zit bovenaan een dingetje. Ja. Kan ik hier op met mijn paard? Ja. Even wachten tot hier. Ik het zag. Tada! Ah, man, je wint ook nog. Jeetje, je komt gewoon mijn paard wel naar boven. Mijn kat. Ik loop door jou heen. Nou, gaan we weer. Terug naar het paard. Oké, okay, waar wilde je heen gaan? Volgende locatie nog even. Maar ik dacht, ik kies een makkelijk beginlocatie. Jouw paard is weg. Nee, die is nou weg. Floep! En het paard komt tevoorschijn. Dus, okay. Waar gaan we heen? We gaan in ieder geval naar de trailer. Ja. Waar was de trailer ook alweer? Even kijken, hoe heet dat daar? De Forgotten Fields, kunnen we daar ergens heen? Vergeten velden? Ja. Ik loop eruit. Sorry, not sorry. Waar doet dit niet meer? Ja, de Forgotten Fields. Wacht, ik moet even opnieuw eruit. Heb ik je er echt eruit geduwd? Hij glitcht een beetje. Op, op, tot, tot! Oké. Okay. Jij kwam erin en ik deed iets en toen was hij weg en toen moest ik weer eruit en weer erin en toen deed hij eindelijk weer wat. En toen was het echt hoor. En toen was het. Ik ben eindelijk aangekomen. Maar we gaan even een stukje zoeken. Want waar willen we beginnen? Want hier kan je niet echt makkelijk verstoppen. Nee. Dus het lijkt wel handig als we even kijken. Ja, misschien ook wel. Wat? Misschien hier beginnen. Dan kijk je tegen dit aan. Is dat klaar? Wat is dit? Even kijken, waar ben jij? Waar ben jij? Ben je benieuwd hoe ik uit? Ja? Nee. Oh, mijn 4 minuten zijn voorbij. Ja, echt. Nee, je gaat toch wat ver. Ja. Oh nee, je zit dan. Ja. Ik zit echt. Ah! Dus. Oké, wacht even. Ik wil eventjes kijken van, want je, hoe ver je... Ga jij je verstoppen? Ga ik me verstoppen?
Ja, ik ga me wel verstoppen. Even wachten, komt naar je toe. Oké. Boink. Zijgen. Dus. Jij staat met je kop tegen de dinges, hè? Ik sta met mijn kop tegen de dinges. Oké, dan pak ik de timer erbij. 3, 2, 1, start. De tijd gaat zo snel voorbij. Het is echt niet te geloven. Mooi. Ik heb wel een plek uitgekozen waar je echt amper tot niet kan verstoppen. Maar je kan niet springen. Nee. Ik zeg niet dat je er nu pas achter komt dat je niet kan springen. Zo. Oké. Okay. Klaar. Ja. Yep. Hey. Succes. Goed. Even de koning invullen, want hij is eruit gelegd. Gaan we dan. 1, 2, 3. Klaar. Zover kan je niet helpen. Zover moet gewoon de berg over zijn. Maar ook echt. Want dat is bij mij al. Terwijl ik het in geloof doe. Dus dat kan niet. Nee. Oké. Dat is balen. Maar yo, ik zie het toch. Oh, stom beest. Ah, zo jammer. Hij was anders wel goed. Ja, jammer. Stom beest. Oh, heerlijk dit. Nou, jij bent echt zo blij dat je geen huisdier bij je hebt. Ja, eigenlijk wel. Oké, hoe kan ik dat beest dumpen? Niet. Er zijn me in je rugzak moet. Geweldig dit. Echt, ik wil van jou af, kat. Anders had je hem niet gevonden zo snel. Weet ik nog net niet, maar oké. Okay. Klaar voor? Nee, ik ben eerst even mijn kat dumpen. Oh, ga jij eens even maar. Zo. Mieuw. Piepdoos. Nou, heb ik dat wel. Ja, mauw. Oké. 3, 2, 1, start. Mijn poppetje kijkt om, maar ik zie het niet. Mijn poppetje speelt vals. Ja. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Meep! Het zegt hard. Ik sta hier echt heel niet goed. Oké. Okay. Mag ik beginnen? Ja, voor mij mag ik beginnen. Moet jij je 4 minuten niet eerst... Wacht even. Nee, ik krijg mijn pompje gewoon echt niet goed. Hij gaat niet in waar ik hem haar in wil proppen. Terwijl er gewoon ruimte genoeg is. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar oké, start. Nee. En ik zie het ook niet meer zo. Top. Nou, dan is de muur op. Ik denk goed in hoor. Nee. Oh. Jammer, joh.
Het is altijd eerst even uitvogelen waar je naartoe bent gegaan. Ongeveer. Er is nog wat voorbij komen. Nog een vlinder. Nou. Point. Oh. Ik viel weer eens te ver. Als je me niet vast zit. Nee. Anders is het heel makkelijk winnen voor mij. Ja. Hoe kon je me zo groot vinden boven op dat ding? Nou, naar mijn hele... Op een gegeven moment verschijnen je letters. Als je dichtbij genoeg bij iets bent. Het waren gewoon mijn letters. Oh. Ik loop tegen een boom op. Jammer, ik had een beetje bang afnemen als het echt gebeurt. Nee, klopt. En ik knal tegen een andere boom op. Ja, ik ben in dit... Je moet bedenken tot in hoever ik kan rennen, hè? Ja. In 30 seconden. Nou ja, dat is het hem inderdaad. En heel eerlijk, in dit spel rijd ik echt niet voorzichtig met mijn paard. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Zijn jij op diezelfde plek bent gegaan, maar dat ben je niet. Hoe weet je dat nou? Omdat ik daar nu nog weer even kijk. Waarvan ik heb toch even. Ja, weet ik veel. Je hebt nog anderhalf minuut. Ja, en ik heb geen idee. Heb je hem al enigszins iets voorbij zien komen of zo? Ja. En meerdere dingen heb ik voorbij zien komen. Maar... Net vertelde ik het jou ook als ik jou voorbij zag komen. Nou, zo mini. Ik vind het toch nog niet. Nee. Vlinder. Maar dan verklap ik helemaal waar ik zit. Omdat ik er al niet lekker zit. Oh, kan je hier ook komen? Nee, ik zie blij. Mike erbij. Hier? Nee, nog niet. En dat was dat niet. Ja, zo schattig als ze niet zijn. 30 seconden. Ik denk niet dat ik jou ga vinden. Mooi. En nu bij de trailer. Maar daar zie ik je ook niet zitten. Wee! Mijn paard vond het weer niet leuk. Hoe kom ik hier weg dan? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Punt voor mij! Woo! Yeah! Oké, maar waar zit je nou? Nou, als je de stal uitgaat, tenminste daar weggaat bij de stal, en je gaat dan linksaf. Ja, denk ik. Nee, linksaf. Ho, ho, wat, zo, jij. Daar! Oh mijn god. Oké. Okay. Hoi. Ja, ik ben hier inderdaad voorbij gereden. Ja, maar je was echt niet zo heel groot, zeg maar. Dus ja, de kans dat je me nog steeds zag was... Nee. Ja. Nou, weer helemaal terug naar het paard. Zover is het niet. Ik ben er al. Het is maar 30 seconden ervan af. Letterlijk. Alleen je paard is weer weg. Hi, Carmel. Nee, het paard is weg. Oh. Wat is er, Guppy? Ik vind het eigenlijk... Ik vind het wel bijzonder dat het Guppy zich laat zien waar jij bij bent. Nou, meid. En toen? Als we naast elkaar staan, gaan we ons gezicht weer laten zien en dan zeggen we doei. Oh ja, oké, wacht even. Ik kom eraan, ik kom eraan. Als we goed hebben uitgerekend. Nee, meer.
Nee, wel 16 minuten. Iets meer dan dat met ons gebabbel. Ja. Dus bij deze... En het reizen. Leuk dat jullie in ieder geval hebben gekeken. En we zien jullie zeer zeker de volgende keer. Dus mochten jullie meer video's willen van Star Stable, gaan we dat zeer zeker voor elkaar maken. En dan tot de eerstvolgende, zou ik zeggen. Ja. Doei, doei. Abonneer en tot de volgende keer. Doei.